Goed, Julie, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Joepie. Halve finale. Kan je je een beetje voorstellen hoe dat de kandidaten zich voelen? Ja, zeker. Ik weet nog dat dat een van de stresserendste afleveringen was voor ons allemaal. Omdat je toch wel heel graag naar die finale wilt. En je werkt daar week na week naartoe. Dus als je nu eraf afvalt, is dat natuurlijk super jammer. Dus ik voel die stress nog. En ik weet ook nog toen dat ze mijn naam riepen om naar de finale te gaan, dat ik ook wel echt tranen gelaten heb van geluk. Dus de spanning was zeker te voelen. Heb jij een favoriet? Goh, ik vind ze gewoon allemaal heel leuk. Ik heb ze ook wat beter leren kennen. Dus ik vind dat heel moeilijk om echt te zeggen, dat is mijn favoriet. Ik gun het ze allemaal. Maar ik vind gewoon Nina zo spectaculair. Elke week die moves. Ik krijg daar echt kippenvel van. Maar ik moet zeggen, elk verhaal raakt mij wel. Dat iedereen vertelt. Dus ik ben heel benieuwd naar vanavond ook. Want eigenlijk, volgens mij, hetgeen dat Nina doet, kon jij ook in de finale, niet? Nee. Maar ja, dat is een Olympische kampioen en ik ben maar gewoon... Allee, ik heb maar mijn best gedaan voor zo wat movejes te doen. Maar als ik mijn salto's of zo vergelijk met wat zij kan, dan is dat natuurlijk niet zo spectaculair. Maar natuurlijk, iedereen heeft zijn kunnen en zijn sterktes. Maar ik probeerde af en toe zo eens de stunt erin te steken dat wel wat cooler was. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Julie, we hebben elkaar gezien voor nieuwjaar. Ja. Klopt. Hoe is die periode nog gegaan? Hoe was de jaarwisseling en heb je veel gedaan? Ja, ik vond het allereerst gewoon superleuk om nog eens te mogen dansen voor Dancing with the Stars. Dat brengt heel veel herinneringen op en nu ook vandaag om hier te zijn. Maar nieuwjaar was vrij rustig eigenlijk. Ik heb wel samen met mijn vriend en mijn hondje gespendeerd in een B&B. Gewoon wij twee, alleen drie eigenlijk. Dat was fijn, heel gezellig, maar niks speciaal. Gewoon heel rustig. En nu? Wat ben jij nu aan het doen? Er komt binnenkort een nieuw programma op Play 4 samen met Gers Pardoel. En daar kijk ik enorm naar uit om dat te lanceren.